Ja, bij Rienstra. Je debuut voor AZ1. Ja, en dan is dit niet wat je verwacht. Nee, dat kun je wel stellen. Het is gewoon een slechte wedstrijd. Wat was er met AZ aan de hand? Ja, dat vroeg ik mooi in het veld ook wel eens af, ja. Zo'n laag energieniveau of zo? Ja, zo voelde ik het ook. En dat probeer je zelf wel wat om te zetten. Maar ja, dat gaat heel lastig. Ja, want als je op een gegeven moment denk, in zo'n wedstrijd ook maar niet in die duels komt überhaupt. Ja. Het lijkt me zo frustrerend voetballen. Ja, dat was het ook. Je hebt steeds het gevoel dat je veel arbeid doet, alleen dat je net niet aan de bal komt. Of ja, we creëren niks. We gaven ook niet heel veel weg, dat ook niet. Maar ja, het was een beetje inspiratieloos. Ja, en dan zoek je natuurlijk meteen naar een verklaring. Misschien al in het veld al wel. Ja, nou ja, in het veld ben je bezig met proberen die wedstrijd om te zetten. Maar ja, het was gewoon niet goed. Nee, wat ik zeg, dit is anders dan... Dit verwacht jij niet. Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Ik dacht, een goed voetballend team. Ik denk thuis tegen Roda, een mooie wedstrijd. Maar ja, het gebeurt. Ja. En dan is het zo schrijnend verschil met donderdag. Je staat ook op de tribune. Weet je, dan is het er allemaal wel. Hè? Dan kom je in de duels, win je ze, creëer je kansen. Ja, precies. Net wat je zegt. Als je donderdag op de tribune zit, denk je, een heerlijk team om in te voetballen straks. En vandaag was dat even anders. Ja, dan sta je maar met 2 uit 4, hè? In de Eredivisie. En een bungel ergens onderin. AZ onwaardig. Ja, dat is raar. Ja, zeker, zeker. Zeker met de euforie vanaf donderdag is dit heel raar. Ja. Heb je bijzondere dagen zo achter de rug? Terug naar jouw clubpie, mooie transfer. Dan zie je eens, weet je dat je groepsfase Europa League speelt en dan. Ja, heel hectisch, euforisch en nu een beetje teleurgesteld. Dankjewel.